Nijmegen is niet de groenste stad van Europa. Actie Senioren voor Junioren haalt 5000 euro op. En de Vierdaagse organisatie is nog hard op zoek naar gastgezinnen voor wandelaars. Dit is het N1 Nieuws van dinsdag 24 juni. Nijmegen is toch niet de groenste stad van Europa? In Kopenhagen vond dinsdagmiddag de uitreiking van de European Green Capital Award 2016 plaats. De keuze van de jury viel op Ljubljana, hoofdstad van Slovenië. We really seriously thought in the jury that all five were great competitors. Nijmegen came with an enthusiasm and with a brilliant presentation. But the others are just as good and we look for environmental performance across 12 different environmental themes. And on balance, at the end of the day, there is one winner and the others are just that tiny little bit less successful. So we want to make sure that whoever is the winner of this prize stands for very serious environmental commitment. Obviously, we want to look into the communication efforts that the winner is going to do and how we can serve as a lighthouse across Europe. But Nijmegen convinced us that if they had been the winner this year, or if they are the winner in the future, they will shine across Europe with their commitment, motivation. What do we have to do to become a winner in the future? Continue what you're doing for the moment. Push on transforming your city, making it even greener, making sure that it is integrated in your regional environment, that biodiversity, that the river is clean, that the air is cleaner than it is, that the transport systems are even more different from pedestrian to cycling to public to private. I mean, the challenges are endless and I think we're looking forward to hearing again from Nijmegen. Na de uitreiking gaf burgemeester Bruls direct een reactie. Hij blijft optimistisch en wil zich blijven inzetten voor Nijmegen als groene stad. Nou, ze zeggen wel eens dat de weg erheen soms beter is dan het resultaat dat je bereikt. We hadden natuurlijk graag die mooie titel willen winnen. Yeah. Maar ik denk dat we ons wel geweldig hebben verkocht. Een heleboel maatschappelijk initiatief laten zien rondom duurzaamheid. En dat hebben we ook teruggekregen van de jury. Ze noemden juist bij ons als een van de vijf steden juist een geweldige nadruk op bewonersparticipatie als een sterk punt. Maar ja, goed, eentje kon maar winnen. En dat was Ljubljana, waarmee ze natuurlijk van harte geluk gewend zijn. Precies. Nou, en we zijn natuurlijk zeker sowieso een groene stad. Nog positieve reacties ontvangen op de estafette onderweg naar Kopenhagen? Ja, zeker. Het heeft echt volle aandacht getrokken. En dat kwam natuurlijk ook helemaal overeen met de kernboodschap die we ook daar hebben verteld. Namelijk dat de nadruk bij ons juist lag op heel veel initiatieven vanuit ondernemers, vanuit bewoners. Het is niet alleen maar een gemeente-ding. Juist iets wat bij heel veel mensen leeft. En die estafette die pakte prima. Dat heeft ook nogal wat opzien gebaard toen ik initiatiefnemers Marian een badmantel mocht omdoen terwijl ik uit de rivier daar stapte. Je kunt je voorstellen, dat was wel heel erg bijzonder. Hè? Je moet je voorstellen, iemand aankomt zwemmen door de Waal en dan opeens ongelooflijk een groot gejuich komt. Nou, zoiets deden wij in hartje Kopenhagen. En ik geloof dat we, dat heeft ook iedereen tegen elkaar gezegd, heel veel energie ook overhouden om door te gaan met onze initiatieven. Ja. En ik merk ook een heleboel leden van de jury ons ook echt adviseren van, nou, je moet er echt over nadenken om nog een keer mee te doen. Voor degenen die van mening zijn dat senioren niet hun steentje bijdragen aan de maatschappij, bewijst de Seniorenvriendenclub Nijmegen het tegendeel. Afgelopen weekend organiseerde de vriendenclub onder leiding van Bentra de actie Senior voor Junior. De actie biedt steun aan kinderen met kanker die een chemokuur ondergaan in het Radboud ziekenhuis. In totaal werd er 5000 euro opgehaald. Oncoloog Bukkerink nam de cheque in ontvangst. Met het bedrag zal in het ziekenhuis een speciale kamer worden ingericht om de patiënten afleiding te bieden tijdens hun verblijf. Applaus! We hebben jullie 5000 euro ingezameld. Waar gaat het geld naartoe? Nou, het is voor tieners tussen de 15 en de 18, die daarmee een eigen ruimte kunnen creëren in het ziekenhuis, waar ze los van de kleine kinderen rustig bij elkaar kunnen zitten, af en toe naar muziek kunnen luisteren, dat soort zaken. En waarom is voor dit doel gekozen? Waarom voor dit doel gekozen is, we hebben verschillende acties gehouden. Het is tot stand gekomen uiteindelijk voor destijds door
door Jannie Baai, die heette, dat was toen de tweede koningin, de nepkoningin om het maar zo te zeggen. En die belde ik op voor de grap, voor een optreden. En toen was ze heel verdrietig en ik werd ook heel verdrietig. En toen zei ze, ik doe het voor het goede doel. En is dit natuurlijk het hoofddoel van vandaag, die cheque-overhandiging, maar er gebeurt nog heel veel meer. Wat is er vandaag allemaal? Weet je, vandaag is een scala van artiesten geweest. Dan moet ik ze niet, ik kan ze niet allemaal halen, maar laat ik maar zeggen dat Leo Lucas, het theaterbureau, ja, en Emiel Hartkamp ervoor gezorgd hebben dat al deze mensen belangloos zijn komen optreden. En waarom is dan specifiek nou voor... Nou, omdat toen is ze dus gekozen voor de B-merkbank, omdat haar zoontje... die was heel erg ziek en toen hebben we gekozen voor de B-merkbank. En daarna heb ik gezegd, ik kan er niet meer stoppen, want je kunt niet genoeg geven. De KAAI, inmiddels een begrip in onze stad, wordt weer opgebouwd. Onder de Waalbrug kunnen mensen hier vanaf 27 juni weer terecht om te ontspannen, te eten of op avontuur te gaan bij verschillende workshops en kunstenaars. 20 kernteammedewerkers, 42 partners en ruim 40 vrijwilligers werken hard om ook dit jaar weer het vertrouwde KAAI-gevoel aan te bieden. Maar wel met nieuwe elementen. Leon Berkers legt een tipje van de sluier. Er zijn sowieso nieuwe dingen omdat er andere mensen aan het werk zijn, andere kunstenaars. Er zijn ook een partij dezelfde mensen aan het werk. We zijn in ieder geval veel drukker met bezig geweest met kunst, beeldend. We gaan een aantal ateliers zijn we aan het ontwikkelen, waar kunstenaars ook kunnen komen werken, maar ook gecombineerd met vakmensen. Dus er zijn een paar disciplines in. We gaan werken met een staalwerkplaats, een ijzerwerkplaats, een houtwerkplaats, een steenwerkplaats. We zijn bezig met te kijken of dat we een naaiatelier kunnen maken. Goed. Genoeg vernieuwing dus. Maar hoe kun je trouw blijven aan je concept en toch vernieuwend zijn? Dat is lastig, moet ik zeggen. Want, of ja, misschien ook niet. Want het is eigenlijk, denk ik, van belang om te bedenken dat het niet zozeer groter moet groeien. Maar wat ik wel heel graag wil, is kijken of we het breder uit kunnen dragen. Dus vandaar ook meer disciplines. En vandaar ook bijvoorbeeld dat we andere mensen erbij betrekken. Dat deden we al. Hè. Er zijn ontzettend veel partners. Die vind je ook terug op de website. Er zijn ontzettend veel bedrijven die meewerken. Maar er zijn ook veel culturele instellingen die meewerken. Dus dat vind ik eigenlijk een ontzettend belangrijk aspect. En als je kijkt op dit moment ook rondom culinair. Dus zeg maar kort gezegd restaurants, lunchrooms in de stad. Daarvan gaan er ook een aantal op de KAAI dit jaar meewerken. En die gaan daarin een week draaien, en waarbij ze hun bedrijf kunnen laten zien, maar ook een week hier eigenlijk vakantie komen vieren. Dus dat is eigenlijk een beetje de manier voor mij om het vast te houden. Het is niet zozeer groot, hè. Het moet niet groot, maar het mag wel wat breder. Mocht je met je bedrijf ook een weekje willen komen koken op de KAAI, dan kun je je nog aanmelden. Sinds maandagmiddag kunnen fietsers en wandelaars weer gebruik maken van het Rolwerda-pad dat achter de universiteit loopt. Het fietspad verbindt de Sint-Annestraat en de Heijendaalseweg. Het paadje is 2 jaar dicht geweest in verband met de bouw van het Grotiusgebouw, het nieuwe pand voor de faculteit der rechtsgeleerdheid. Op Twitter en Facebook laten veel mensen al weten blij te zijn dat de doorgang weer mogelijk is. Het buursteunpunt bij Boshart, onderdeel van het Leger des Heils, vierde dinsdag haar 2-jarig bestaan. De huiskamer van de buurt, aan de Molenweg, waar iedereen kan binnenlopen, blijkt een groot succes. Buurtbewoners die eerst geen contact hadden, spreken nu af en ondersteunen elkaar. De organisatie is zo tevreden dat zij hopen dat er in de toekomst bij elk nieuw wijkinformatiepunt een huiskamer komt. Hotel De Vlinder heeft in de verkiezing van Beste Bed & Breakfast van Nederland 2014 de eerste prijs gewonnen in de categorie met 1 tulp. Een hotel met de klassificatie van 1 tulp voldoet aan de basisnormen van Stichting Bed & Breakfast Nederland. Als gast kunt u een eenvoudige, maar goed schoongemaakt en onderhouden bed & breakfast verwachten. Dat de voorzieningen van De Vlinder ruimschoots aan deze verwachtingen voldoen, bleek uit de 8,7 die de gasten het gaven. En wilt u ook een gooi doen naar Beste Bed & Breakfast? De VVV is op zoek naar 1-persoon slaapplaatsen voor vierdaagse wandelaars. Ieder jaar slapen 2000 tot 2500 wandelaars bij ongeveer 800 gastgezinnen. Gastgezinnen voor 2-persoon slaapplaatsen zijn er genoeg, maar er zijn nog ongeveer 50 1-persoons bedden nodig. Een lid van een gastgezin deelt haar ervaringen. Hoe lang ontvangen jullie al vierdaagse gasten tijdens de vierdaagse feesten? Al heel lang, maar ik en mijn broer doen het nu voor het derde jaar. Maar daarvoor deden we het wel eens zelf als we op vakantie waren, dat we dan kennissen via via in huis namen. Want we zo gelegen wonen dat het
fijn is voor mensen dan dat ze niet ergens een middeling aan de Rijn hoeven te slapen. Hij verdient er toch wel een lekker zakcentje aan. En hoe ervaar je het als die gasten hier zijn? Gezellig. Ik vind het leuk. Helemaal als je leuke mensen hebt. Niet van die oude saaie die alleen maar lopen en daarna gaan slapen. Maar gewoon ja, leuk. Zijn gastvrij. En ja, lekker mee praten en hoe ze het gehad hebben. En nog restaurantjes tippen, want we doen niet met eten. Ze sturen ze naar een leuk restaurantje in de buurt. En ik vind het wel gezellig. Ik vind het leuk. En wij maken ontbijt voor ze. En een lunchpakketje. Ja, die mogen ze zelf maken, maar wij kopen dan dingen voor hun in. Wat ze voor de lunch mee kunnen nemen. En een fiets. Bieden we ze soms aan, dat ze de stad in kunnen. En jullie hebben een éénpersoonsbed en een tweepersoonsbed? Ja. We hebben op mijn broerskamer slapen er twee mannen. Die hebben allebei een apart bed, want die gaan we niet bij elkaar in bed leggen. En op mijn kamer slaapt er eentje. Enthousiastelingen kunnen zich aanmelden via vierdaagsebed.nl. Gastgezinnen krijgen een kleine vergoeding in ruil voor een goede slaapplaats en een lekker ontbijtje. En dan nu het weer. Hallo, het weer in het Rijk van Nijmegen vanuit de tuin van Bed & Breakfast De Vlinder. Woensdag wordt het bewolkt met 15% kans op regen. De temperaturen liggen tussen de 13 en 20 graden. Donderdag wordt het weer beter. De temperaturen liggen overdag tussen de 19 en 24 graden en in de avond koelt het af tot een graad of 10. Vrijdag wordt het een warme dag met zo'n 24 graden. Er is wel 45% kans op regen en in de avond koelt het af tot een graad of 12. En ik wens iedereen een hele fijne dag. En tot zover het N1 Nieuws. Hierna kunt u na het hele uur nog kijken naar cinema en het programma Buurten en na het half uur naar Inspiration Shot. Voor nu bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Thank you.